Voor deze helden in het Rijks gaan we op pad met een echte liefhebber van geschiedenis. Hij won goud in Sochi, hij won zilver in Sochi. Hij werd ook al een keer tweede op het WK Allround en op het EK Allround. En vandaag is hij mijn gast Jan Blokhuizen. En wat is nou bijzonder? Hij gaat vanaf dit seizoen schaatsen voor de ploeg van Bart Veldkamp. Hij noemt het zelf een internationale ploeg met een beetje een Belgisch sausje. Dus gaan wij naar een bijzondere tentoonstelling met een Vlaams sausje. Mag ik even storen? Ik zie dat jullie elkaar al gevonden hebben. Ja, hey. Jan, wat voor tentoonstelling gaan we bekijken? We gaan een tentoonstelling bekijken van Nederlandse landschappen en Vlaamse landschappen, een aantal. En ook nog een aantal marine tekeningen. Nou Jan, ik wou je als eerste meenemen naar deze tekening. Maar en je gaat verder bij een Vlaamse ploeg. Ja, het is een schaatsploeg met een beetje een Vlaams saus inderdaad. Ik zal volgend jaar bij Stressers rijden. Mm-hmm. Ah, vandaar dat we vandaag ook ons een beetje moeten inlezen in de Vlaamse meesters. Juist, nou dan moet je hiernaast lezen. Dat zijn deze twee. Dat zijn Vlaamse kunstenaars en Vlaamse landschappen. Dit is Hans Bol. En dan zou je hier op de achtergrond zie je een stukje van Antwerpen. Wow. Dus nou ja, dat zal je dan nog wel regelmatig zien. Ja, daar ben ik laatst al doorheen. Zien. Ja. Mooi, hè? Ja. En we lopen hier door het museum en je ogen sprankelen. Ja, ik ben wel echt aan het genieten hier. Ik krijg niet iedere dag de kans op een privé rondleiding van de curator. Dus echt onwijs leuk. Wow. Kijk, dit is Jan Breugel. Dat zijn hele eile lichte tekeningen die hij altijd maakte. En daarom heette hij ook de fluwele breuk. Dus, wow. En dan... Dit is dus ook ergens. Ja, dan moet je rekenen. Dat is ongeveer uit 1600. Dus dat heeft de eeuwen doorstaan. En dat hangt hier nou. Prachtig. En wat heb je met kunst? Ik kan het gewoon heel erg waarderen. Ik ben van Jozef Aal echt adolaat, gewoon gek van geschiedenis. En met name de VOC-periodes, doeken zoals dit, zeeslagen, waarin Nederland eigenlijk gewoon de lakens op zee in de hele wereld uitdeelde. Ja, dat is gewoon, vind ik gewoon super gaaf. De meeste kunstenaars, als die een zeeslag vaststelden, dan waren ze helemaal niet erbij geweest. Ja. Maar Willem van der Velde, de oude en de jonge, die hadden toestemming, die waren er altijd bij. En dit is hun scheepje, hebben ze zelf weergegeven. En we weten uit allerlei documenten, die zijn er bewaard, dus dat de vlootvoogd dan zegt van de schipper, zus en zo, heeft toestemming om met zijn schuit door de hele vloot te varen. Door de linies te varen. Door de linies te varen, zodat Willem van der Velde de schepen en de slag kan gaan tekenen. Want Willem van der Velde die is dus als Nederlander begonnen in Nederland, bij de Nederlandse vloot. Maar hij is op een gegeven moment naar Engeland verhuisd. En daar gelezen. Heeft hij de Engelse vloot weer vanuit het Engelse perspectief gedaan. Maar prachtig. Dus hier vaart dat bootje van hem zo door de linies heen inderdaad. Kan je zelf ook een beetje tekenen of schilderen? Nou, als klein jongetje ging ik wel vaak naar het scheepsvaartmuseum met mijn ouders. En dan bewonderde ik natuurlijk altijd dit soort tafereelen. Dus was ik zelf ook al die slagen aan het natekenen en bootjes. Maar goed, echt talent denk ik dat ik niet heb, maar ik vond het wel leuk. Ja. Je hebt ook even geschiedenis gestudeerd. Ja, ik heb het een jaartje gedaan. Mag niet echt een naam hebben. Het was in mijn eerste Olympische seizoen, 2010. Ik had eigenlijk niet echt tijd om colleges bij te wonen. Dus ik slaagde eigenlijk ook nooit voor de tentamens. Maar goed, ik vond het wel leuk. En ik ben nog steeds veel aan het lezen over geschiedenis. Want ja, het is zwak. Hey, nog even over het volgende seizoen. Wat verwacht je ervan? Ik heb in ieder geval gewoon weer een hele goede energie. En die was er vorig jaar niet. Moeilijk jaar gehad, maar ik ben nu sinds maart al hartstikke lekker aan het trainen. En ik stap nu in een nieuw avontuur met Team Stressers, dus ik heb er gewoon heel veel zin in en het voelt echt goed. Ja.